Normaal gesproken is het altijd een doelpuntenfestijn als Jong AZ en Jong FC Utrecht tegenover elkaar staan. Gemiddeld zo'n 3,8 doelpunt per wedstrijd. In de openingsfase van deze partij krijgt Jong AZ een hoekschop. De bal wordt weggebokst door Fabian de Keizer. Daar is Poku. Ernest Poku jaagt hem in de korte hoek tegen de touwen. 1-0 voor Jong AZ, zou je zeggen. Maar nee, zegt scheidsrechter Sam Dreugen. Hij had nog niet gefloten, terwijl de corner al wel was genomen. Het werd gezien door zijn assistent, doelpunt geannuleerd. Bram Franke dan. Aardige vrije trap, maar net naast geschoten. Zo blijft het lang 0-0, weinig kansen. In deze dus normaal gesproken aantrekkelijke wedstrijd. Kulacsi met de voorzet. Kans voor Mees Rijks. Ja, dit zijn de mogelijkheden waar we het in ieder geval de eerste helft mee moesten doen. Van de Kunst. Van de Kunst in de tweede helft. Daar is Nick Venema. En hij maakt zijn 50ste op het tweede niveau betaald voetbal in Nederland. En daarmee is hij de jongste speler die dat ooit voor elkaar krijgt. 22 jaar en 154 dagen oud. 50 doelpunten dus in de eerste divisie. Dan moet Jong AZ komen, dat gebeurt ook wel. De ploeg krijgt wat meer kansjes, maar echt grote mogelijkheden zijn het nog niet. Bram Franke. Bram Franke probeert het maar eens van afstand. En daar is de redding van Fabian de Keizer. Debuteerde afgelopen week tegen Moldavië als keeper bij Jong Oranje. Je ziet ook onder andere Pascal Jansen vanaf de tribune. Jong AZ blijft aanvallend actief. Youssouf Barrasi. Barrasi krijgt de bal dan voorbij Fabian de Keizer. Maar die wordt geholpen door Gabriel Kulacsi. Jong FC Utrecht wint uit bij Jong AZ. Jong AZ is de ongeslagen status kwijt, net als de koppositie.